Surprise! We zijn terug met een nieuwe mukbang! Eindelijk! Ja, we wilden dit inderdaad in december al doen. Iemand mee eten? Ja, stokjes. Ik heb er stokjes genoeg. We hebben genoeg. Oh, die haren. Ik ben helemaal buiten adem. We hebben een hele verhuizing gehad. Jongen. En ja, het kwam er niet van in december. Nu wel. Eigenlijk niet de bedoeling, want gisteren was Pasen. Toen dacht ik voorlopig even niet. Even geen eten. Maar daar zitten we. Toch maar even eten. En ik heb er wel zin in. Nu het eenmaal is. Ik ook, ik heb er ook zin in. Oké, thumbnailtje? Ja, thumbnailtje. Thumbnailtje. Wist je nog die keer dat ik Tumpie zei? Tumpie, ja. Nou, deze gaat al helemaal uit elkaar. Die had ik net al gepakt. Ja, deze had ik net ook, maar hij doet het nog. Dus. Ik heb ook vragen gevraagd op Insta. Die eerste is altijd zo lekker. Poes, kom maar weer. Het is ook echt 4 uur. We zijn erg vroeg. Ja, maar dat is ook weer zo'n tijd dat je denkt, ga ik nou ervoor wel eten? Ja. Of inderdaad niet? Na de Pasen denk je altijd, oh, ik ga echt 3 weken niet eten, niks. Nooit meer. En dan komt het en dan denk je, oh, eten. Ik had het vanochtend al, dat ik dacht, oh, ik heb trek. Totdat je naar bed gaat met het idee van zo. Oh, zit je bloot? Hallo. En we zijn een keer voor kleurrijk gegaan. Ja. Ik vind het wel cute. Ik weet eigenlijk niet wat we normaal aan hebben. Ik doe nu wel alsof we altijd zwart aan hebben. Nee, volgens mij ook niet. Maar niet kleur. Nee. En dit vond ik eigenlijk wel leuk. Vorig jaar had ik mijn beige crème. In mijn beige huis. Mijn beige. Nu hebben we kleur. Nu hebben we kleur. Wat is je favoriete kleur? Mijn favoriete kleur? Qua kleding? Ja, dat is zo vies. Oh. Oh, ligt die er nou helemaal in? Vroeger deed ik dat. Dan deed ik hem altijd in. En dan deed ik er dan pas wasabi op. En dan... Oh ja. Ja. Qua kleur om te dragen vind ik dat donkergroen heel mooi. Mm. Dat donkerder als dit, zeg maar. Vind ik ook. Ja. Vind ik heel mooi met mijn haarkleur, maar vind ik een hele moeilijke kleur om te vinden. Ja, en lastig te combineren ook. Ja, hoewel, het kan natuurlijk op een spijkerbroek, het kan op een zwarte broek. Kan gewoon. Het kan overal. Gewoon. Ja. Die knoosje, die roept mij. Hij roept me, hoor je het? Ik hoor het. Ik dacht al, wat hoor ik nou? Maar... Ja, dat is die. Nu snap ik het. Oh, wat is dit lang geleden, zeg. Nu was een jaar. Of niet? Nou, joh. Nee, niet waar we hebben. Nou, nee, dat is niet. Ik dacht wel nee, joh, maar. Nou, het zou eigenlijk best wel eens kunnen. Volgens mij vorige zomer nog. Een boom. Ik weet het niet meer. Gaan we opzoeken. En hebben jullie de stokjes gezien? Ja, ik heb hem, hè. De echte OG's die weten wat dit is. Ja. Mevrouw Boon is er ook weer. Oké, vragen maar. Ik heb eigenlijk nog even net de trek om te zoeken. Oh. Nou, ik wou zeggen, kom maar op met die vraag dan. Maar nee. Ja, oké. Ja, doe maar wel. Mag ik ook zo in? Ja, mag wel. Nee, het is van mij. Dan krijg je weer commentaar. Niet zo lelijk. Ik durf ook niks op mijn tafeltje te zetten, want dan krijg ik commentaar dat alles bij mij staat. Maar mensen ook. Nou, dat is lang geleden, maar dat was toen wel. Maar dat was mijn tijd op YouTube dat ik echt heel veel commentaar kreeg. Ja, klopt. Maar echt om dingen dat je denkt, over dingen dat ik dacht van, hè, hoe denk je daar überhaupt over na? Ja, dat alles bij mij stond. En ik zat op beeld terug te kijken, dacht ik, oh, het staat inderdaad wel veel mijn kant op. Maar het is toch niet zo van, jij mag sorry, maar ik heb betaald. Ja, doei. Ja, ik zet dat maar snel weer terug hoor, want... Nou, laten we het even hebben over de meest gestelde vraag. Je weet het onderwerp vast wel, want heel deze vragenlijst staat er vol mee. Ja, het leek mij dus even een momentje om het er echt even over te hebben. Niet negatief, want we weten niet of ze kijkt. Nee, en we weten ook niet... Ik heb ook geen haat naar daartoe. Maar er wordt zo vaak gevraagd, hoe zit dat? Maar wij weten dat ook niet. En ja, ik heb een zus, één, die is nu 28. Ja. Oh, ik ben 32, hoe kan dat? Nee, dat kan niet, zij is ouder dan jij. 2 jaar en 9 maanden ouder. 35, ja, zoiets. Ja, misschien laatst geworden. Ja. Ja. In februari. 10 februari. We hebben geen contact. De meest gestelde vraag is, hebben je ouders dan ook geen contact? Nee. Vinden we dat erg? Nou ja, ik denk dat we daar al een beetje voorbij zijn. We vonden het heel erg. Ja, tuurlijk. En soms denk je ook heus nog wel eens na van, goh,
Evie en haar jongste, schelen 12 uur van elkaar. Dat had zo leuk kunnen zijn als die met elkaar omgingen. We hebben naast elkaar liggen puffen met één deur ertussen. Hetzelfde ziekenhuis. Letterlijk. Dezelfde dag. Ja, zij was eerder klaar natuurlijk. Ja, bizar hè. En dan ga je gewoon niet elkaar opzoeken omdat je geen contact hebt. Mm-hmm. En dan denk je, dat is toch heel raar eigenlijk. Maar dat meer antwoorden hebben wij ook niet. Ja. En ja, hoe zie je je neefje dan nog wel? Nou, dat is ook een heel lang verhaal. Maar die woont bij zijn vader. En mijn nichtje zie ik ook. Ook, woont ook bij de vader. En meer info is er niet. Nee. Ik weet dat ze nu in Hoorn woont. En dat zit. Nee. Laten we dat. Oh, oké. Okay. Nee, haar privéleven, dat zit. Oh. Is niet interessant, denk ik. Oh. Nou, ik denk dat het heel interessant is. Maar dat is niet aan ons. Om, juist voor mensen is dat interessant. Ja, dat denk ik ook wel. Maar we kunnen heel veel dingen zeggen. Maar dan gaat het over persoonlijke dingen. Maar ja. Nou, en we weten gewoon niet alles. Nee. Wij horen het via. Ja. Maar ja. Anders wisten we ook niet waar ze nu überhaupt woonde. Of het zo is en of het allemaal waar is en of het klopt. Weten we ook weten niet. Weten wij niet precies 100% zeker. Excuse me? Ja, nou ja, meer info kunnen we niet vertellen. Nee. Dat was het. Maar ja, dat is wel, die hele lijst staat er vol mee. Oh, oké, okay, dat had ik niet verwacht eigenlijk. Nou ja, we gaan 2 seconden live op TikTok en het gaat erover. Ja, dat is wel zo. Maar ja, we zouden meer willen vertellen. Maar het is er niet. Maar dat kan niet, nee, dus bij deze. Ja. Dit was heb ik een zus? Ja, ik heb een zus. Weten we er wat van? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nee, er is geen contact. As we speak. Ik denk dat het 5 jaar geleden is. Nee, ja, langer. Nee, langer. Revi is bijna 5. En toen ik zwanger was, hadden we nog af en toe wel een hoi momentje. Ja, oké, niet echt meer contact. Maar niet, geen omgang of zo, maar wel. Nee, want tijdens de bevalling was ze er al niet meer. Nee. Ja. Was het ook niet meer, dat klinkt ook dramatisch. Heel gek. En dat is nu bijna 5 jaar. Ja. Dus dat. Luzier dan dat kunnen we het niet maken. Die vraag is beantwoord. Is dat een nee? Ja. Ben benieuwd naar een foto van vroeger van je moeder. Nou, als we die kunnen vinden, zou ik hem even in beeld zetten. Want ze zegt, jullie lijken zoveel op elkaar. Ik heb er een op mijn telefoon toevallig, ja. Ja, maar die knippen we, die plakken we dan wel even in beeld. Maar wij lijken echt niet op elkaar. Nee, vind ik als niet. Mensen dat zeggen, dan denk ik ook echt, hè? Nee. Kijken wij dan zo anders naar elkaar? Of naar onszelf? Wat is het? We lijken niet op elkaar, toch? Nee, dat vind ik niet. Maar ze zeggen ook heel vaak dat Leo op mij lijkt. Dus dan denk ik, ik zie het niet hoor. Dat komt denk ik door de krullen. En zijn neus. Ja, dat denk ik. Snap ik nog wel. En dat hoor ik echt heel vaak. Ja. Maar ik lijk dan weer niet op Leo. Dus dan lijk ik ook niet op jou. Nee. Zo, dit is een beetje spicy. Lekker. Ja. Ja, hij is echt wel lekker hoor. Ja. Ja. Nou, ik ga wel lekker. Ik stap maar eten. Ja, hier heb je er nog een heleboel meer. Ja. Ja, dan moet ik helemaal over je eten heen. Ja, nou ja. Krijgen we daar commentaar op. Krijgen we weer een zeur, lekker vlees. Nee. De laatste tijd is het echt heel fijn, mijn community. Mm. Bijna geen. Jullie zijn goed bezig. Mm-hmm. Heel raar. Ja. Want er was een tijd dat ik echt dacht, nou, kan ik überhaupt nog normaal? Zal ik ermee stoppen? Iets doen? Ja. Alles is fout. Overal commentaar. Oh jongens, we gaan straks naar zoiets leuks. Oh ja. We gaan naar een vrouwtje, die heb ik gevonden op TikTok. Nou, die oont gewoon een. Maar het lijkt wel een winkel, zoveel ja, heb ze. Het is een beetje een loodsachtig. Het is een loods, denk ik, ja. Beetje garage. Garageachtig iets. Ja. Nou, het zit niet bij haar thuis. Ja, die heeft kaarsen. Maar ook voor normale prijzen. Ja, leuk. Want online heb je €40. En dat vind ik gewoon niet normaal. Nee, dat gaan we niet betalen. En jongen. Je kunt daar wel pinnen, toch? Niet? Dus gaat zo'n QR-code maken. Oh, oké. Okay. Dan kan je het overmaken. Ook al. Niet zo. Oh, dan moet ik even de bank overvallen. Dan zo moet gaan zitten scrollen. Ja, nou ja. Ja, het is dus een beetje lullig, maar we vroegen dus om unieke vragen. En eigenlijk hebben we alles al, elke mukbang weer, beantwoord.
Wat is de leuke eigenschap van elkaar? Ja, dat zijn nog een beetje van die hoe zouden we onszelf, waarom is onze band zo sterk? Wat doen we het liefst? Wat is jullie leukste herinnering? Maar dat hebben we allemaal al gehad. Het is wel leuk voor de nieuwe mensen. Ja, maar om dan telkens alle mukbangs weer hetzelfde te herhalen, ja, is niet leuk voor mensen die al langer kijken. Nee, het is allemaal al beantwoord, zeg maar, die vragen. Oh, deze is wel leuk, een dilemma. Met elkaar een huis delen of elkaar maar één keer per jaar zien? Oh, nou dan een huis delen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Eén keer per jaar is wel heel... Eén keer per jaar, dat redden we niet hoor. Dat kan echt. Nou, niet. Ik zie je met kerst. Ja, nou tot de volgende kerst, doei. Mm-hmm. Nee, dat kan niet. Nee. Nee, zou ik heel gek vinden. Nee, dan een huis delen. We gaan ook met elkaar op vakantie en dat is al 5 dagen, dus dat zou dan al niet kunnen. Dan gaan we 6 dit keer. 6 dagen. 6 dagen. Volgens mij 5 nachten. We gaan weer naar hetzelfde huisje in Duitsland. Ja. Dat was heel leuk. Die was ook voor mij, hè? Ja. Jam, jam. Ik wist dat jij dat lekker vond. Ja, dus dat is, nou dat was ook een vraag, wat de vakantieplannen zijn. Oh. Nou, dat vond ik niet per se een unieke vraag, maar hij is wel telkens weer opnieuw uniek. Ja. Ja, hij is telkens, nou ja. Dus we hebben Duitsland wat er aankomt. En dan gaan jullie nog weg, waar ik heel jaloers op ben. Naar Finland. Ja. Ook een week. Een goede week. Mm-hmm. Ja. En jij gaat nog naar Spanje en vast nog ook wel met z'n vieren ergens heen. Als alles goed gaat, gaan we in, weet ik niet wanneer, gaan we 2 weken naar de camping in Italië. Mitchell en kamperen. Ja, dat klinkt ook zo. Niet ons. Niet jullie, maar nee. Ik denk dat het wel heel anders is als hier. Nou, het is sowieso een klemping. Ja, dus we gaan niet in een tentje of zo. Dat lijkt mij trouwens heel erg leuk. Want ik weet nog dat ik best wel vaak meeging vroeger met een vriendin. Ex-vriendin. En dan gingen we ook kamperen. Ja. Dus we hebben ook gewoon in een tent. En ik vind dat heel leuk. Ja. Maar Mitchell, nee, echt in geen 100 jaar krijg ik hem mee in een tent. Zou ik dat niet doen? Nee. Oh, ik zou het papa wel. Ja. Ik had net zeggen, papa ook niet. Maar wij hebben dat letterlijk gedaan in Tsjechië. Ik ben ook mee geweest met dat jullie in een tent zitten. Dat was Tsjechië, toch? Ja. Ja. Linda en Horst in de caravan. Ik zit in een tent. Ja, jullie hadden de tent en wij hadden de vouwwagen. Was Michelle mee? Ja. Oh, zo heet ze trouwens. Ja. Hebben we dat ooit gezegd? Nee, volgens mij niet. Dan kunnen mensen gaan googlen. Nee, want ze gebruikt haar eigen naam niet. Hmm. Je kan haar niet vinden. Nee. Kan wel, trouwens. Maar dan moet je heel goed je best doen. Volgens mij hebben ze geen social media meer. Nee, waarbij je altijd stiekem even gingen gluren bestaat niet meer. Dat was toen nog een laatste keer dat ik haar heb gevonden, was een TikTok. TikTok, ja. Niet meer? Nee, volgens mij. Of ze zetten niks meer op. Of natuurlijk ze zijn we wel nieuwsgierig. Hmm. En ik ben ook nieuwsgierig. Stel, ze kijkt nog steeds al mijn vlogs of zo. Ja. Dat weet je niet. Nee. Mijn account staat gewoon open. En als zij een account heeft, is hij dicht. Ja, dus we weten niet of zij haar volgt. Mm-mm. Mij niet, maar haar. Nee. Heb jij die wel gegeten of zit ik die helemaal op te vreten? Ik heb volgens mij 1 gegeten. Oh, nee, ik kan wel zien dat ik hem echt heel lekker vind. Ja. Mm-hmm. Wil jij die nog? Dat is echt mijn van. Nee. Oh, 2-2. Mag wel. Ik heb geteld, ik hou alles in. Nou, ik hou niet alles in de gaten. Maar hou ze alles in de gaten. Ze zijn zo lekker. Ja, maar ja, Italië dus. Ja. Of een glamping. Ja, ik vind dat echt heel leuk. Anders werd het weer Turkije waarschijnlijk. Hmm. Vonden we ook heel leuk. Ja, dat is ook geen straf. Hmm. Dit was een samenwerking, ja. Het zou heel gek zijn als ik nee zeg tegen een vakantie. Ja. Dat is toch wel een bucketlist dingetje dat je denkt, oeh. Ik wou zeggen, dan ben je gek als je het niet doet. Maar gewoon een heb je die nog helemaal niet genomen? Volgens mij 1. Wel toch? 1 volgens mij. Dit is volgens mij de 2. Zit ik dat te schransen? Die was lekker, hè? Ja, ja, nu maar. Ja, jij mag al die krab. Ik had ook eigenlijk de zalm voor jou, maar ik wist dat je die ook lekker vond. Die is wel lekker op met die uitjes. Mm-hmm. Mm-mm-mm. Normaal zitten er vieze staartjes op en dat doen hun gelukkig niet. Nee. Waar hebben we besteld? I love sushi? Denk ik. Oh, wat was de zwangerschapsgreving van jouw moeder toen ze jou had? Weet je dat nog? Nou, ik heb ze denk ik wel gehad, want ik was 30 kilo aangekomen.
Zeg niks, want mijn craving waren cherry tomaatjes. Oh. En ananas. Aangekomen. Ja, ook 30. 30 plus. Ik weet alleen, ik weet niet meer wat ik heb gekreefd. Maar ik vond wel ineens zure leverworst, zure haring en dat soort dingen allemaal erg lekker. En dat vind ik normaal. En heeft papa ooit voor jou 's nachts de deur uitgemoeten van ik moet nu dit? Nee. Nee, dat heb ik ook niet gehad. Nee. Achteraf wel jammer, ik had het wel willen testen. Ik hoorde dat wel eens, dat mensen dan echt zeiden, oh je moet nu ijsbommen gaan halen, die en die smaak. En dan gingen die mannen, maar ik heb dat nooit gehad. Nee, ik ook niet. Maar achteraf denk ik, oh had ik het maar gewoon geprobeerd. Had het maar kijken, gedaan. Zouden ze dat voor ons hebben gedaan? Ja, Mitchell wel. Ja. Die zou hem 2 uur 's nachts naar de pomp rijden hoor. Ja hoor. En dat hij alleen in Amsterdam open is, dan rijdt hij gewoon daarheen. Ik weet zeker dat hij gaat. Mm-hmm. Ik had dus heel erg benzine. Ja, jij snoof benzine, ja. Dat weet ik nog. Soms denk ik expres een beetje op mijn hand laten vallen. Zodat ik dan onderweg naar huis kon ruiken. Ik ging om de 2 dagen ging gewoon voor een paar euro tanken. Als het in een 100 ml flesje hadden gekocht, had je uitgekomen. Mm-hmm. Ja, weet ik zeker. Zo'n aroma diffuser hier. Geurwolkje. Ja. Dat mensen hier komen en denken, heb je net een brommer gestart hier of zo? En ik zit helemaal... Ja, dat vond jij wel heel erg. Ja, heel erg. En dan had Mitchell een keer getankt. En dan was ik echt pissig. Oh, echt? Ik wil tanken. Ik ging om de 2 dagen ging ik voor een paar euro erin gooien. Oh, wow. Omdat... En te snuiven. Als ik daar stond en ik was het aan het doen en de wind kwam, nou... Oh... Ik vind benzine sowieso al lekker. Ik vind het ook niet vies ruiken. Maar ik had meer verwacht, als je zwanger bent, vind je het niet meer lekker. Hm. Nou, poeh, ik heb erover gedroomd. Ja. Ik heb ook nooit overgegeven. Nee, ik ook niet. Nee? Dan misselijk geweest. Ja, heel misselijk. Maar nooit 's morgens, altijd 's avonds. Soms dat ik dacht, laat me nou gewoon even 1 keer. Ja. Maar laten we dat niet over dat onderwerp hebben. Niet maar dat heb ik nooit gehad. Nee. Hm. Ja, dat soort dingen vond ik ineens lekker. Dat wilde ik ineens hebben. Zuur. Ja. Rolmops. Zure leverworst. Daarom ben ik vervuurd. Daarom ben jij zo'n zuurpruim geworden. Was het wel bij mij? Ja. Ja, je zou denken andersom. Hè. Bij mij alleen maar zoete dropjes. Oh, lekker. Dat ging niet. Nou, dat knippen we eruit. Oh, iemand vroeg. Oh, willen jullie weer een keer een ding in elkaars mond schieten? Maar ja, ik weet niet meer hoe we dat deden. Ik kan me niet voorstellen dat we dat in elkaars mond spuugden. Nee. Toch? Nee. Gewoon eruit knijpen zo. Zou het? Of lukt dat niet? Gaat het niet ver genoeg? Weet ik niet. Ik doe het midden, ja? Nee, dat gaat helemaal niet. Huh? Nee, dat... Hij heeft een afwijking. Dat kan niet. Nee, dat gaat niet. Maar haalden we hem eruit dan en zo? Misschien. Hebben we dat gedaan? Oh, ja, maar dit is wel heel dichtbij. Trouwens, nog had ik hem scheef. Je moet een beetje meer omhoog. Dat was wel tegen mijn tand. Nou. Maar dat was toch... Nee, hadden we het gespuugd? Nee, dat kan niet. Dat doen we niet. Dat doen we niet. Hoe is jullie band zo goed? Ja, we hebben hem dan eerst gekauwd en dan overgegeven? Of... Nee, natuurlijk niet. We maken er eerst een pureetje van. Ja, eerst een bonenpuree. Nou, ik hoop dat diegene die dat gevraagd heeft blij is. Ja, we hebben het geprobeerd. Hè, hoe deden we dat? Hebben we dat wel gedaan? Was ja, zeker. Ja? Ik weet nog, in ons oude huis zaten op die bank. Heel goed. Nou, we hebben het in ieder geval gedaan. Nou, ik vond het leuk. Jij hebt een punt. Ik heb een punt. Maar ik heb geschoten. Maar eigenlijk heb jij een punt. Jij hebt raak gegooid. Nee, jij hebt raak gegooid. Ik had het toch in mijn mond? Nee, ik gooide het tegen mijn tand. Ja. Ja, een beetje kort van geheugen. Mm-hmm. Geef niet. Oh, been moet er even onderuit. We hebben echt volgens mij 3 vragen gedaan. Altijd als we geen vragen doen, dan denk ik wel, dan moeten we het over hebben. Het is heel weinig vragen komen. Iemand had over dit, maar ik vind dat echt no way. Nee. Doe normaal. Dat gaan wij niet doen. Dat doen we niet. Was je moeder streng als je vroeger te laat thuis was? Mijn moeder niet. Mijn vader? Nou, eerlijk. Mm. Als je te laat thuis was, wel. Dat vonden we nooit zo geslaagd. Nou, weet je wat ik vaak... Nee, dat wilde ik ook zeggen. Maar later, dat gesprek... Ik weet niet of ik dat gesprek met jou had. Nee, volgens mij niet. Later besefte ik pas dat ik heel vaak... Bij die vriendin waar ik het net over had... Bleef slapen zonder dat ik dat zei. Omdat het voor mij normaal was. Het is al zo laat, ik blijf slapen.
En dan werd ik wakker en dan had ik 16 gemiste oproepen. Ja. En dan kreeg ik helemaal paniek. En nu pas nu ik zelf kinderen heb, denk ik, oh, je doodsangst hadden jullie. Nou, maar dat is ze. Die ene... En dan kon je natuurlijk bellen. Want ja. 9 van de 10 keer wist je waar ik was. Ja, en dan had je helemaal aan de telefoon, ja, die is hier. Oh. Maar ik wist niet dat jullie dat wisten. Nou, ik durfde niet naar huis. Ja, want ze wisten het niet. Ja, waar ben je geweest? Ja, dat wisten ze heus wel. Gembe. Ja, maar dat vergat ik wel. Ja. Terwijl dat het voor mij normaal was, ja, het is al zo laat, ik blijf pitten. Zaten 2 uur 's nachts nog te simsen. We zijn wel 1 keer helemaal uit de stekker gegaan, maar dat was eigenlijk niet jouw schuld. Helemaal niet mijn schuld. Dat was eigenlijk... Ik weet waar het over gaat. Weer haar zuster schuld. Geen Michelle. Jawel. Nee. Jij bracht ons en toen moesten we dan en dan zouden worden opgehaald. Niet eerder, als je eerder wil moet je het laten weten. En zij ontmoette binnen 10 minuten al 3 gozers binnen. Hmm. En zij was natuurlijk helemaal van het, oeh, leuk, leuk, leuk. Maar je had je kleine zusje mee en die was natuurlijk heel vervelend. En zij wilde met 1 mee naar huis. Ja. Dus 1 van die 2 andere gozers die zei, oh, dan breng ik haar wel, mij, naar huis. Een wildvreemde. Op de scooter. Ik weet niet hoe oud ik was, maar ik was echt heel jong. Ik wist ook niet dat dat niet oké was. Volgens mij was je 7 of zo. Ik moest luisteren naar mijn zus. Ja. Dus ik achterop bij de scooter. En die jongen wist ook wat hij deed, want hij bracht me niet helemaal thuis. Hij zegt, ik zet je hier af en de rest moet je lopen. Want als je ouders me zien, dit en dit. Dus ik dacht, nou oké, dan loop ik dat laatste stukje naar huis. En ineens kwam ik thuis. Ja, dat was het. En Michelle was nowhere to be found. Ik kwam gewoon thuis. En toen hebben we haar om 7 uur, want het was uiterlijk 7 uur. Dus toen zijn we naar het zwembad gegaan. Ja, toen was ze er natuurlijk niet. Maar ook gewoon nergens anders. Nee. Al die vriendinnen en zo gebeld. Ze is echt uren weg geweest. Ja, volgens mij kwam ze rond. 10 uur 's avonds of zo. Oh ja, nog zoiets. Laat. Voor haar was dat heel laat. Ja, we waren echt jong. Ze was nog niet eens 10. Nou, jawel. Ja, weet ik niet. Ik weet het niet. Ik denk dat zij 10 was en jij een jaar of 7, 8. Maar het was echt een hele rare situatie. En we zijn nog nooit zo boos geweest. Echt, we hebben echt. Maar je bent ook gewoon in al die tijd ben je al 3 keer dood van angst. Ja, maar dat was natuurlijk heel, heel anders. Dat was niet zomaar te laat thuiskomen. Nee. Dat was wel heftig. En ik wist van niks, ik ga gewoon mee. Ik heb mijn man nog nooit zo boos gezien als toen. Ja, die was heftig. Oh, die was echt kwaad. Maar dat begrijp je ook pas als je kinderen hebt. Want ineens denk ik, goh ja, dat Revi laatst voor het eerst bij een vriendje wilde spelen, dacht ik echt, nee. Wat denk jij nou? Maar ik was altijd bij anderen. Gaat niet gebeuren. Altijd. Ja. En nu denk ik echt, nou, je kan ook gewoon bij ons spelen. Ja. Kom maar hier. Ja, ik vond dat zo Verder was ik eigenlijk nooit echt te laat. Nee. Sterker nog, ik had laatst dat gesprek met Mitchell zo van, ik hoop dat onze kinderen een beetje op ons gaan lijken. Want Mitchell ook, wij hebben nooit behoefte gehad aan drugs of aan meelopen. Zo waren wij niet. Nee. Kaart was vol, batterij was leeg. Maar daar zitten we weer. Zitten er weer. Lang verhaal kort, ik was eigenlijk gewoon een hele fijne puber. Jij was gewoon een heel makkelijk kind. Ja, we hebben eigenlijk nooit problemen gehad met jou. Ja, dag. Eerste keer van je moeder. Nou, laten we daar gewoon niet over hebben. Nee, zullen we dat even niet doen? Neem jij shampoo en conditioner flesjes mee uit een hotel? Ja. Ik niet. Nee, ik niet meer. Nee, ik ben zo gehecht aan mijn eigen producten, dat ik dat niet... Ik heb er niks aan. Nee, ik denk... Laatst wel uit Disney. Maar die flesjes waren echt heel leuk voor de kinderen. Vroeger deed ik het wel, maar dat was meer omdat de naam erop stond van het hotel. Want gebruiken deed ik het niet. Als je een restaurant zou beginnen, wat voor iets zou het dan zijn? Ja, daar hebben we het over gehad. Oh, daar hebben we het over gehad, ja. We stonden echt, nou ja, niet letterlijk op het punt, maar het was wel echt hoog. Als in, gaan we het doen? Het was een kattencafé. Ja. En dan met lekkere cakejes en goede koffies. Mag ik vertellen welke naam we hadden bedacht? Oh, voor als we het ooit nog eens gaan doen. Ja, wie weet. En dan wordt hij sowieso gestolen, want hij bestaat nog niet. Nee, hij is superleuk. En hij is echt heel leuk. Ja. Nee, dat gaan we niet zeggen. Nee, dat is... Maar zover waren we al. We hadden al een naam. En we hebben het gehad over een koolhydraatarm restaurant. Met alleen maar koolhydraatarme dingen. Gisteren, toen we dat dieet deden, wij willen ook een koffietje doen met een taartje. Ja. En toch denk ik en dat er zijn zou lopen. Hele lekkere dingen, koolhydraatarm, maar ja, het is niet te vinden. Nou, dat vind ik dan wel een leuke vraag, omdat we daar ook echt wel
over na gedacht. Ja. Heb je spijt dat jij YouTube doet en niet een normale baan? Nee. Kijk wat ik doe voor werk. Kijk even dit is mijn werk. Wat ze allemaal hebben liggen aan dingen die ze ontvangt. En... Ja, ontvangen dat gebeurt helaas niet meer. Neem je nou echt de laatste? Ja, sorry. Wat is een vraag die je nog nooit hebt durven stellen aan je dochter? Ze denkt gelijk aan iets, maar ze durft het nog steeds niet. Ik denk dat ik alles zou durven vragen. Ja, ik denk niet dat er een vraag is waarvan... Waarom zou je het niet durven? Ja, ik stel wel eens geen vraag omdat ik het niet hoef te weten. Maar ik zou het wel durven. Ja? Ook, ja. Ja. Vraag voor je moeder, hoe had Denise geheten als ze een jongetje was? Oh. Wie is Denise? Weet je hoe vaak dat gebeurt? Rebecca Denise. Ook bedrijven, hallo Denise. En dan denk ik, huh? Ik weet niet meer hoe jij dan als jongetje geheten zou hebben. Want... Papa zei altijd dat ik echt een typische Henk. Ja, een Hollandse naam. Ja. Gewoon een Klaas. Bart. Van, nee, Bart niet. Echt een Klaas Piet. Ja, dat zou hij voor een jongen willen. Henk lijkt me oprecht heel leuk. Dus ik was blij dat ik geen jongen had. Dat ik Henk zou heten. Nou, dat is toch geweldig. Henk. Dat hoor je tegenwoordig al helemaal niet meer. Nee. Maar dan kan je je voorstellen dat je zo'n cute, schattig babytje hebt. Dit is Henk. Ja, ik vind dat leuk. Ja. Wat vinden jullie van elkaar het lelijkste kledingstuk? Ja, je draagt niet echt meer heel erg je vliesvesten. Nee, alleen nog thuis als ik het koud heb. En heb ik ooit iets, nou ja, behalve nu iets aangehad waarvan je denkt, gadver. Nou, nee, eigenlijk niet. Behalve nu. Nee, dit is ver van jouw stijl. Ik hou niet van UX, maar het staat jou wel. Oh ja, maar UX zijn ook wel lelijk. Het past wel bij jou. Nou, ik draag het heel graag. Als je eten was, wat was het dan? Een aardappel. Een aardappel. Kan je lekker veel kanten mee op. Dat is wel waar. Als ik eten was, ik denk dat ik dan een stampot was. Oh, wel lekker. Gewoon van alles door elkaar. Een hutspotachtige stamppot of nee, een andijvie? Een andijvie, boerenkool, zuurkool, zo'n stamppot. Zou je liever schubben hebben of een vacht? Ja, we vroegen. Nou, schubben heb ik al. Nee, grapje. Nou, ik las deze vraag gisteren en toen dacht ik dus, ja, een vacht. Maar aan de andere kant denk ik, nee, ik ben altijd zo alles aan het weghalen. Waarom zou ik dan een vacht hebben? Ja, maar schubben, dan moet je toch in het water leven? Ja. Ik zou dan toch voor de vacht gaan. Ja, ik heb het altijd koud en dan heb ik het lekker warm. Ja, maar liever gewoon geen van beide hoor. En dan kan je niemand even lekker een knuffel geven of zo. Want dan oude of jonge kaas? Oude, zeker. Oehoe, zo. Tafel heel of tafelstuk? Wat voor beleg zit er op jouw ultieme boterham? Leverworst met een beetje mosterd vind ik toch nog steeds lekker. Ja, het eerste waar ik aan denk, maar dat komt door die vorige vraag, is oude kaas met grove mosterd. Ja, die je toen niet had. Ja, ga je grove mosterd bestellen, krijg je het mosterd. Krijg je gewoon een fijne mosterd. Dat zegt nou, ik ja, weet niet hoor, die is niet grof. Zoek nergens op. Nee, maar ik vind heel veel lekker. Ik lust ook bijna alles. Maar ik denk dat ik dan inderdaad daarvoor zou gaan. Wat voor geurkaas vind je het lekker? Geurkaas. Oeh, geurkaas. Ik, alles wat kerst ruikt. Kerst en herfst. Ja. En ultieme ik vind geuren. Alles met cookie vind ik lekker. Ja. Dat zijn echt mijn favorieten. We houden op zich wel van een beetje dezelfde, maar jij niet zo heel erg van de pumpkin-achtige. Vind ik ook lekker. Maar niet obsessed. Kaneel vind ik lekker. Maar als ik er één mag kiezen, dan ga ik voor de cookie dough. Cookie dough. Het zijn wel echt ziek veel vragen. Dat is echt heel aardig. Ja. Maar... We hebben ze allemaal al een keer gehad. Tenminste, de meeste. Moest die laatste? Veel te veel. Nee, ik nam die. Oh. Die is van jou. Echt? Ja. Eten. Oeh. Moet ik het doen? Iedereen, ja. Bij 10.000 likes neem ik hem. Ja, echt hè? Maar hij komt er over 2 weken online. Dan is hij nou, dat is even wachten hoor. Dan ziet hij eruit als deze kleur. Ja, dat denk ik ook. Nou, dat is hij weggezwommen. Oké, vooruit. Allemaal even kijken. Deze gaan we inzoomen. Ja, deze gaan we voor een close-uppen. Oh, wat sensueel. Zo vol, maar ik vond het nou, wel we moeten nog een eindje rijden, dus dat... Dat ja, een uur. Die wordt er wel weer af. 53 minuten. Ja. 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 Oh, dan hebben we zo'n hele inkakken, hè? Ja, nou wil ik even een dutje doen op de bank. Ja, dat mag. Het was wel lekker. Ja, het was heel lekker. Ja. Ja. En ze waren op tijd. Ook. Dat was precies ook op tijd. Leuk. Wat wil je nog heel graag zeggen? Nu mag het. Oké, bedankt voor het kijken.
Ik wist dat er zoiets kwam. Ja. Wist ik toch dat er zoiets ging komen. Ik ben totaal niet voorspelbaar verder hoor. Dat ik wel hoop dat we weer snel de volgende gaan doen. Ja, niet ja. snel, niet de volgende maand al. Maar... En dat het leuk is dat mensen het zo leuk vinden dat jij echt aangevraagd wordt. Ja, ik word best wel vaak aangevraagd. Want het is niet, wanneer heb je een mukbang? Nee, wanneer heb je een mukbang? Met je moeder. Ja, maar ik ben natuurlijk ook heel leuk. We hoeven maar live te gaan op TikTok, hè? Ja. Hebben jullie toevallig een sushi mukbang opgenomen? Ja. Nee. Maar die komt er weer een sushi mukbang. Heb je een zus? Ja, heb je een zus? Standaard, die twee. We zitten de hele tijd... Heb jij een zus? Nee. Heb je een zus? Huh? En laatst was mijn neef ineens in de live. Dat was ook zo raar. Ja, ook inderdaad. Wel ja. heel grappig. Was wel grappig. Oké. Heb je geoefend hoe je moet afsluiten? Nee. Want dat zou je de laatste keer doen, hè? Ik was er al bang voor. Ja. Ik zat hier net en toen dacht ik, oh, als je mij maar niet gaat vragen om af te sluiten. Nou, ik ga gewoon wat doen, ja? Nou, vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpjes omhoog. Duimpje. Mag ook duimpjes. Duimpjes, mag ook duimpje. Maar als je twee keer doet, dan is hij weg. Dan is hij weg. Dus doe maar drie keer. Doe maar drie keer. En vergeet ook niet te abonneren. Heel belangrijk. Heel belangrijk. En het gaat om de klemtoon, hè? En? En tot de volgende video. Doei doei! Bye.